Suriname neemt per 1 juli 2022 het voorzitterschap van de CARICOM over met een enorme achterstand in contributie. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking gaf vanmorgen tijdens een regeringspersconferentie aan dat de schuld van ruim $17 miljoen verspreid is over de verschillende instituten waar Suriname lid van is. De bewindsman zegt dat Suriname de schuld niet gelijk in één keer zal kunnen betalen. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het houden van de staatshoofdenvergadering begonnen. Commissies die zowel de technische, organisatorische, logistieke, protocolaire veiligheidsaspecten zullen meenemen. We hebben goede ervaring opgedaan bij het bezoek van president Bolsonaro en president Ilhan Ali. Wij gaan ook samenwerken met het bedrijfsleven en andere relevante instanties om hun bijdrage te hebben, zeker bij belangrijke momenten wanneer we activiteiten hier zullen organiseren. De bedoeling is dat begin juli de conferentie wordt gehouden en daarbij mag u ervan uitgaan dat naast de 15 regeringsleiders ook de waarnemers, dat zijn er 4 landen, erbij zullen zijn. De territorium van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk in het Caribisch gebied. Maar daarnaast ook een aantal speciale gasten uit Zuid-Amerika op het hoogste politieke niveau en een aantal vertegenwoordigers van internationale organisaties. Minister Ramdin deelde verder mee dat er een delegatie van Suriname met aan het hoofd president Santokki zal afreizen naar Guyana om van 15 tot 18 februari deel te nemen aan de energieconferentie. Op deze conferentie zullen ook aanwezig zijn de president van Ghana, de premier van Barbados en de CEO van ExxonMobil. Met al deze personen zal een bilaterale ontmoeting ook plaatsvinden om te praten over de bilaterale samenwerking. Dus met Barbados en met Ghana en met Guyana, een update. Maar ook een ontmoeting met de CEO van ExxonMobil. Het is een belangrijk moment voor ons. Het is een conferentie over olie en gas en dat is belangrijk voor onze regio. En in juni dit jaar zal er ook een olie- en gasconferentie plaatsvinden in Suriname.